Dag luisteraars en kijkers van Hallo Thuis. We gaan verder met ons spannende verhaal. De beide mannen, jongens, zitten op het eiland en het wordt nu licht. We zijn toegekomen op paragraaf 9, de tolheer. Regenboogrivier, mompelde Piak toen de nacht plaatsmaakte voor grijze schemering. Het mocht wat. Ik denk aan iets moois als ik aan een regenboog denk. Maar deze rivier is koud en onvriendelijk en ziet er net zo uit als ze is. Tjuri keek rond tegen beter weten in, hopend dat hij de boot zou zien. Maar dat was niet zo. Hij merkte dat ze zich nog dichter bij de oostelijke dan bij de westelijke oever bevonden. Hij keek naar de brug. Er liepen mensen overheen, dienaren van de tolheer. Ze moeten ons zo hier zien, zei hij tot Piak. Laten ze dat dan maar gauw doen, zei deze. Ik heb geen zin hier lang te blijven. Hij nieste driemaal achter elkaar. In elk geval zal het mooi weer worden, voegde hij erbij. Zo zaten de vrienden naast elkaar, rillend in hun natte kleren en wachten tot het helemaal licht werd. Ze zagen mensen lopen aan beide kanten van de rivier. Sommigen wezen naar hen. En toen klonk er hoorngeschal. Het leek van een der torens van de burcht te komen. Zou dat voor ons zijn? Vroeg Tjuri zich af. Kijk daar eens, riep Piak een poosje later. Hij wees in de richting van de brug. Een boot. Onder een der bogen van de brug kwam een boot tevoorschijn, die snel in hun richting voer. Een mooie, ranke boot, bemand door roeiers, die hun riemen regelmatig bewogen. Op de achtersteven stond een krijgsman met een regenboogkleurig schild. De schild van de roeiers waren aan de bodem opgehangen en vormde zo een mooie versiering. Een boot van de tolheer, zei Piak en hij nieste weer. Gespannen sloegen de vrienden het schip gade. Ja, het kwam op een rots toe. Even later had het hem bereikt en de krijgsman op de achtersteven riep naar hen. Waad naar ons toe en kom aan boord. We kunnen niet dichterbij komen. De jonge lieden gehoorzaamden. Vele handen werden uitgestoken om hen aan boord te helpen. Pas op, riep de man op de achtersteven die blijkbaar de aanvoerder was. Steek de riemen aan stuurboord. Pas toen de boot weer veilig werd voortgeroeid, wendde hij zich tot de vrienden. Deze herkende in hem de wachter met wie ze de vorige middag aan de oever hadden gepraat. Warm in. U bent nu gevangen, van de tolheer, sprak deze streng. U hebt de tol willen ontduiken en daarvoor zult u worden gestraft. En toen zei hij op vriendelijker toon, waarom hebben jullie niet naar mijn raad geluisterd? Ik was er al bang voor, maar ik hoopte dat je verstandiger zou blijken. Je hebt zeker dat oude wrak van Ferman geleend. Oh nee, loog Tjuri. Oh nee, herhaalde Warmin, hebben jullie dat eind gezwommen midden in de nacht? Dan kunnen jullie meer dan ik dacht. Piak wilde wat zeggen, maar nieste daarvoor in de plaats. Als je verkouden wordt, is het je verdiende loon, zei Warmin. Maar hij deed zijn mantel af en sloeg die de rillende Piak om de schouders. Daarna zei de vrienden waar ze moesten zitten en bemoeide zich niet meer met hen. De boot voer weer terug in de richting van de brug, maar dat was stroomopwaarts en ging dus niet zo vlug. Hoe hard de roeiers ook werkten. Tjuri zag brug en burg steeds dichterbij komen en ondanks zichzelf begon zijn hart sneller te kloppen. Hij wendde zich tot Warmin en zei, ik wil dadelijk graag de tolheer spreken. De tolheerspreker, herhaalde Warmin, dat had je gisteren moeten bedenken. Het is nu te laat om met spijtbetuigingen en verontschuldigingen aan te komen. Ik voel niets voor spijtbetuigingen en verontschuldigingen, antwoordde Tjuri wat boos. Het spijt me dat me niet is gelukt de rivier over te steken. Het spijt me gewoon niet dat ik het heb geprobeerd. Dat staat je mooi, zei Warmin, eveneens boos. Het is werkelijk nodig dat ik de tolheer spreek, hield Tjuri aan. Waarom? Dat kan ik alleen aan hem zeggen. Zo, zei Warmin knorrig, we zullen zien. Ze waren intussen dicht bij de brug gekomen. Tjuri keek omhoog. Er leunde iemand over de stenen balustrade en keek op hen neer. Het was een man met een breedgerande hoed op die zijn gezicht bijna geheel verborg. Toen het schip nog dichterbij kwam, boog hij zich verder naar voren. Tjuri kon zijn blik niet van hem afhouden. Al wist hij niet wie de man was, hij hoorde hem lachen. Een spottende, triomfantelijke lach. Die klonk nog in zijn oren toen ze onder de eerste boog van de brug doorvoeren. Hij wierp een blik op Piak om te weten of deze er ook door getroffen was. Maar Piak zat in elkaar gedoken naast hem en keek voor zich uit. Ze kwamen onder de boog uit. Nu was te zien dat de burcht tot aan de rand van het water liep. Er was een kleine kade en daar vandaan liep een trap die verdween in het kasteel. Terwijl de boot werd aangelegd zag Tjuri een man boven aan die trap verschijnen. Het was met een schok herkende hij in hem de tolheer zelf. Deze bleef onbewegelijk staan en sloeg hen gade. Warmin sprong het eerst van boord en bracht zijn heer een groet met zijn zwaard. Toen beval hij zijn gevangenen bars hem te volgen. Hij ging echter niet de trap op, maar begaf zich naar een poortje
aan het verste einde van de kade. Thierry bleef staan en zei, ik wil de tolheer spreken. Warmen bleef ook staan. Dat zullen we wel eens zien, zei hij, volg mij. Ik wil de tolheer spreken, herhaalde Thierry, nu meteen. En hij wist zeker dat de tolheer boven aan de trap hem verstaan moest hebben, al liet hij er niets van merken. Warmen aarzelde een ogenblik en klom toen de trap op. Hij sprak even met zijn heer. Thierry zag dat deze zijn hoofd schudde. Warmen kwam weer naar beneden. De tolheer draaide zich om en verdween in de burcht. Kom mee, zei Warmen kortaf. Kan ik de tolheer niet spreken, vroeg Thierry. Dat zul je toch wel begrepen hebben, was het antwoord. Maar ik moet hem spreken, zei Thierry. Het is belangrijk, werkelijk. Dat kan wel zijn, zei Warmen, maar het gaat zo gemakkelijk niet meer. Ik heb het hem gevraagd en hij zei nee en daarmee is het uit. Hij zweeg verder en nam de jongelieden mee, het poortje door en de burcht in. Hij bracht een gang door en een trap af en toen in het donkere overwelfde hal. Daar kwam een dikke man hen tegemoet met een brandende lantaarn in de ene en een sleutelbos in de andere hand. Gevangenen, tolontduikers, zei Warmen tot hem. Hij pakte zijn mantel van Piak's schouders en wilde weggaan, maar Thierry hield hem tegen. Mijn heer, zei u bent erg vriendelijk voor ons geweest. Daarom vraag ik u nogmaals of u mijn voorspraak wilt zijn. Ik moet de tolheer spreken, zo gauw mogelijk. Ik kan hem vertellen waarom ik de tol wilde ontduiken. Waarom dan? Vroeg Piak. De jongelieden hadden op de rots afgesproken dat Piak zich zou houden alsof hij nergens wat van wist. Dat leek hun de beste manier om verborgen te houden dat ook Piak de boodschap kende. Dat vertel ik alleen aan de tolheer, zei Thierry en eveneens volgens afspraak. Warmen keek hen om de beurt aan. Zei hij, we zullen zien. Toen draaide hij zich om en liep weg. Kom maar mee, zei de dikke man. Ik ben een cipier en jullie bewaker, totdat jullie vrijgelaten worden. Hij opende een deur en liet hen binnengaan. Ze kwamen in een cel zonder ramen, helemaal kaal. Alleen lag erin een hoekenbos stro. Hoe lang moeten we hier blijven? Vroeg Piak. 3 weken kon je werken, buiten in de zonneschijn, antwoordde de cipier. En dan had je je tolgeld verdiend. Nu zul je 3 weken in het donker mogen niets doen. En als je eruit komt, heb je nog geen duit om tol te betalen. Kunnen we er nooit nu meteen uit? Vroeg Piak. Nee, zei de cipier met een tevreden gezicht. Ik bewaak je en ik laat je er niet uit. Tenzij er iemand komt die 3 goudstukken voor je betaalt. Dat is het losgeld nodig om uit de gevangenis te komen. En als je dan nog de brug over wilt, kost je dat 3 goudstukken erbij. Maar die had je toch niet? De jongelieden zwegen. Nou, zei de cipier, dan ga ik maar. Je hebt nog geluk dat je samen bent, dat geeft wat aanspraak niet. En als ik je een goede raad mag geven, trek dan die vochtige kleren uit. Beter helemaal geen kleren dan natte kleren. De stro is droog. Ik heb gisteren toevallig net vers gehaald. En na deze woorden ging hij weg, sloot de deur achter zich. De cel werd meteen in het duister gehuld. Ik weet niet wat ik naarder vind, zei Piak, de kou of het donker. Laten we hopen, zei Thierry, dat het niet zo lang zal duren. Ze volgden de raad van de cipier op, kleedden zich uit en kropen in het stro. Slapen konden ze niet, daar waren ze te gespannen voor. Thierry schoof de ring aan zijn vinger en hield zijn hand op. Uit het zwakke, maar goed zichtbare licht van de ster steen putten ze beide hoop. Ze wisten niet hoeveel tijd er voorbij was gegaan toen ze een sleutel in het slot hoorden knarsen. Thierry schoof haastig de ring van zijn vinger en verborg hem in zijn hand. De cipier kwam binnen. Hij hield zijn lantaarn omhoog en vroeg, wie van jullie moest de tolheer spreken? Ik, zei Thierry terwijl hij overeind kwam. Dan moet je nu meekomen. En Thierry trok haastig zijn kleren aan. Moet je vriend niet mee? Vroeg de cipier. Nee, zei Thierry, hij niet. En hij wierp Piak ongemerkt een knipoogje toe. Je laat me toch niet alleen? Vroeg deze met gemaakte angst. Nee, zei Thierry, ik moet de tolheer even wat vragen. Het beste ermee. Hij volgde de cipier de gewelfde hal door en de trap weer op. Daar wachtte hem een andere dienaar van de tolheer die hem verder meenam naar een hoger gelegen gedeelte van de burcht. Hier is het, zei deze dienaar tenslotte terwijl hij een deur opendeed. Ga naar binnen, de tolheer verwacht je. Thierry ging naar binnen en hij knipperde even met zijn ogen, want de kamer die hij had betreden was vol licht. Toen keek hij rond. Hij bevond zich in een ruim vertrek. Tegenover hem waren 2 ramen waardoor hij de rivier goed kon zien. Aan het verste einde van de kamer stond een grote tafel waar een man aan zat, de tolheer. Thierry aarzelde even en deed toen een stap in diens richting. De stem van de tolheer hield hem tegen. Ga naar het raam, beval deze, en kijk naar buiten. Thierry gehoorzaamde. Voor een der ramen bleef hij staan en keek. En hij zag de rivier en begreep nu waarom die zo heette. Want in het door de zon beschenen water zag hij alle kleuren van de regenboog. De lucht was helder geworden en hij kon ver kijken. Dichtbij zag hij de brug.
Het begin ervan was vlak onder hem. Er liepen mensen over en er reed een ruiter en een wagen met paarden. Toen wendde hij zijn blik naar de tolheer. Deze was opgestaan en kwam naar hem toe. Heb je naar de brug gekeken? Vroeg hij. Zijn stem was heel anders dan Tsuyuri verwacht had. Een lage, klankvolle stem was het. Een stem waar je naar moest luisteren, of je wilde of niet. Van hier lijkt hij kleiner, vervolgde de tolheer, maar je kunt nog beter zien welke brede rivier hij als een weg overspant. Lang, lang geleden is deze brug gemaakt en het heeft veel werk en moeite gekost hem te bouwen. Veel werk en veel geld. En daarom moet iedereen die hem betrad betalen, omdat de brug ook voor hem was gebouwd. Wie tol betaalde werd mede-eigenaar van de brug, al was het maar van een steen. Duizenden eigenaars heeft de brug nu, die oost en west verbindt. Maar, zei Tsuyuri zacht, is er dan nog niet betaald? Hij keek naar de tolheer. Deze stond nu naast hem, zijn armen gekruist over de borst, zijn handen verborgen in de wijde mouwen van zijn lange gewaad. Hij keek naar de brug, zijn gezicht stond ernstig en peinzend, en toen keek hij Tsuyuri aan. Hij had donkere ogen, die eerder weer moedig waren dan streng. Je moet bereid zijn te betalen voor iets wat je graag wilt, zei hij. Tsuyuri verwonderde zich over deze man, die zo heel anders was dan hij had gedacht en gevreesd. De tolheer keek weer naar buiten. Deze brug werd, evenals de andere bruggen, gebouwd om het rijk van Unauwe met de buitenwereld te verbinden, ging hij voort. Vroeger was de regenboogrivier de grens van het land. Vele mensen kwamen van het oosten, verlangend om aan gele zijde van de rivier te komen en bereid om ervoor te betalen. Ook zijn er moeilijke tijden geweest. Tijden van gevaar, van invallen uit noord, oost en zuid. En toen waren de tolheren de bewakers van de rivier, verdedigers van het hart van Unauwe's rijk. In latere jaren kwam het land tot aan het grote gebergte onder heerschappij van Unauwe. Maar de traditie bleef, wie de regenboogrivier overstak, was tol verschuldigd aan de koning. De koning zelf stelde de tolheren aan. En zo is het nu nog steeds, al hoeft hij die meer dan 3 maal is overgestoken, niet meer te betalen. En zo zal het waarschijnlijk nog lang blijven. Alleen hoop ik niet dat het ooit weer zo zal worden dat de tolheren weer verdedigers zullen moeten zijn. De strenge, onverbiddelijke heren die vreemdelingen nu al in ons zien. Tsuyuri zweeg, niet goed wetend wat te zeggen. De tolheer keek hem aan en sprak op meer zakelijke toon. Zo, vertel nu weer eens wie je bent en waarom je mij wil spreken. Edele heer, begon Tsuyuri, ik wil heel graag de regenboogrivier oversteken, maar ik heb geen geld om te betalen en geen tijd om ervoor te werken. Hoe heet je? Viel de tolheer hem in rede. Martijn, antwoordde Tsuyuri na een kort ogenblik van aarzelen. Je komt van de andere kant de berg, hoor ik aan je spraak, zei de tolheer. Heet je werk, Martijn? Ja, heer, zei Tsuyuri, zo noem ik mij. Goed, Martijn, dus aan deze kant van de bergen. Je hebt geprobeerd de regenboogrivier zonder betaling over te steken. Daarop staat straf. Ik scheld die straf nooit kwijt. Waarom ben je gisteren niet naar me toegekomen? Omdat Tsuyuri ontklemde de ring die hij in zijn hand had. Hier, zei hij toen, ik had geen goudstukken om te betalen, maar ik heb wel iets anders, een sieraad die veel meer waard is. Daar zou ik wel de tol van kunnen betalen en het losgeld voor mijn vriend en mij. Zo, wat voor sieraad is dat? En waarom kom je er nu pas mee? Ik sta het niet graag af, heer. Niet alleen omdat het kostbaar is, maar ook omdat het me dierbaar is. Ik wil het ook niet verkopen. Ik wil het als onderpand geven. Ik wil het later inlossen en ervoor werken zolang als u wenst. Als onderpand? Ja, heer, vindt u dat goed? De tolheer wierp Tsuyuri een doordringende blik toe en gaf niet meteen antwoord. Waarom heb je zo'n haast? Vroeg hij toen. Dat kan ik u moeilijk vertellen, antwoordde Tsuyuri. Vertel het me toch maar. Hier, zei Tsuyuri, ik kan het u helemaal niet vertellen. En weer keek de tolheer hem doordringend aan. Tsuyuri wachtte vol spanning op zijn antwoord. 2x3 goudstukken zijn jij en je vriend mij verschuldigd, sprak de tolheer tenslotte. En dan nog eens 2x3 goudstukken voor losgeld. Als dat sieraad 12 goudstukken waard is, wil ik doen wat je vraagt. Laat het maar eens zien. Hij stak zijn rechterhand uit, de palm naar boven gekeerd. Tsuyuri legde de ring erop. De tolheer keek naar het kleinood, sloot zijn vingers omheen en richtte zijn blik weer op Tsuyuri. De wezen wist nog voordat er een woord gezegd was dat de tolheer de ring kende. Hoe kom je aan deze ring? Vroeg de tolheer scherp. Hij opende zijn hand weer en zei, deze ring is niet van jou, hoe kom je eraan? Heer, zei Tsuyuri, ik zie dat u deze ring herkent. Nu kan ik u zeggen dat hij niet van mij is, al heb ik hem gekregen.
Gekregen, zei de tolheer. Gekregen van wie? Er zijn maar 12 van zulke ringen, zie. Hij strekte zijn linkerhand uit en toonde Tjuri een ring die hij droeg. Dat is dezelfde ring, fluisterde Tjuri verbaasd. Niet helemaal hetzelfde. Slechts 2 van deze ringen zijn geheel aan elkaar gelijk. Die gaf koning Unauwe aan zijn zonen. 5 gaf hij aan zijn ridders en 5 aan de heren van de brug in de rivier. Tjuri herinnerde zich plotseling iets wat ridder Ewijn hem had gezegd. Koning Unauwe heeft zulke ringen geschonken aan zijn trouwste paladijnen. Hoe kom jij aan deze ring? Vroeg de tolheer nogmaals. Zijn trouwste paladijnen. En de tolheer was een van hen. Van ridder Edwenum, antwoordde Tjuri. Edwenum, herhaalde de tolheer, waar, wanneer en waarom gaf hij jou deze ring? Hij zeeg even en vroeg zacht, is hij dood? Ja, heer, zei Tjuri. De tolheer liet geen schrik, smart of verbazing blijken, maar zijn hand sloot zich zo vast om de ring dat zijn knokkels wit werden. Vertel verder, beval hij kortaf. Ik kan niet veel vertellen, zei Tjuri. Hij werd vermoord door de rode ruiters en de zwarte ridder met het rode schild, hun meester. Vermoord. In een valstrik gelokt. Waar? In het bos dicht bij de stad van Dagenhout, in het rijk van Dagenhout, niet in Evilan. Hij kwam van Evilan, zei Tjuri. En hij was op weg naar hier. De tolheer liep naar de tafel en ging erachter zitten. Hij schoof het boek dat open op de tafel lag opzij en legde Edwenum's ring voor zich neer. Hij beduidde Tjuri met een handbeweging dichterbij te komen. Deze bleef voor de tafel staan en vertelde hem wanneer ridder Edwenum was gedood en hoe dat in zijn werk was gegaan. Maar alles van de brief verzweeg hij. Ik begrijp uit je woorden dat jij door hem naar hier bent gezonden, sprak de tolheer toen Tjuri zweeg. Ja, heer, zei Tjuri. En hij gaf je de ring mee. Ja, heer. En je bent op weg naar de koning. Ja, heer. Is dat alles wat je zeggen kunt? Ja, heer. En je wilde deze ring, de ring van ridder Edwenum, geven als betaling voor de top? Ja, heer, als onderpand. Hij is niet van jou. Hoe kun je iets geven wat jou niet toebehoort? Ridder Edwenum zou het ook gedaan hebben. Ik reis in zijn plaats. Naar koning Unauwe. Ja, heer. De tolheer pakte de ring en keek er nog eens naar. Je brengt ontstellend nieuws, zei hij. Een van de Unauwens ridders vermoord door ridders van Evilan. Zo'n dood mag niet ongewroken blijven. Hij legde de ring neer en stond op. Hij zag er nu net zo uit als Tjuri hem de middag tevoren had gedacht. Streng, onverbiddelijk, een heer die door zijn vijanden gevreesd zou zijn. Er zijn ridders uitgereden om zijn dood te wreken, vertelde Tjuri. Grauwe ridders noemden ze zich. Ze hebben al vele van de rode ruiters verslagen. Grauwe ridders, wie zijn zij? Hun leider is ridder Ristriden. Ristriden van het zuiden? Ik ken zijn naam. Hij was een vriend van Edwinum. Tot hier voor vandaag.